Maandag speelt NEC thuis tegen MVV. Na wat coronagevallen en blessures lijkt iedereen weer fit. Alleen Thomas Beekman zal er niet bij zijn. Hij raakte geblesseerd tijdens de laatste training zaterdag. Trainer Rogier Meijer kon niet goed zien wat er gebeurde. Nee, ik heb het moment zelf niet gezien, maar ik hoorde dat hij zijn knie verdraaide. Thomas is sowieso niet iemand die lang blijft liggen. En nu duurt het een minuut of vijf. Dus even kijken zo binnen hoe het eruit ziet. Maar voor de wedstrijd wordt het sowieso een probleem. En laten we hopen dat dat meevalt. Ja. Verder heb je iedereen er weer bij, hè? Okita en Joep van der Sluis ook weer vol in training. Ja, klopt. Die zijn afgelopen weken aangesloten. En hadden allebei wat spierklachten uit de wedstrijd. De een had een tik gehad en de ander dat sloop er eigenlijk in. Maar die zijn allebei weer fit en die kunnen spelen. Iemand die zeer waarschijnlijk wel speelt is Aman Salouf. Hij maakte een prima indruk tegen Jong AZ en was ook blij met zijn doelpunt. Ja, tuurlijk. Je probeert elke keer dat je speelt of dat je minuten krijgt, probeer gewoon zo goed mogelijk te spelen en gewoon je best te doen. En uiteindelijk kijken wat het resultaat daarvan is. Maar dit was echt zo'n wedstrijd waarin jij precies kon laten zien waar je goed in bent ook. Nou ja, we speelden ook wel gewoon voor balbezit. Dus dat is altijd wel gewoon lekker. En alles liep ook gewoon prima. Dus ja, wel wat tevreden over. Doordat de concurrentie punten heeft laten liggen, kan NEC goede zaken doen. Maar dan moet er wel gewonnen worden. Ja, klopt. Hè. Ik denk dat wat dat betreft een goed weekend was. Maar het is eigenlijk pas een goed weekend als je zelf wint. Dus daar liggen we onze focus op. En ja, tuurlijk kijk je wel om je heen. Maar op het moment dat wij zelf onze wedstrijden winnen, ben ik ervan overtuigd dat we richting die top gaan sluipen. Maandagavond trappen we af om 9 uur in de Goffert. NEC tegen MVV. Live te volgen bij RN7.